Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 29 juni vrijdag. Hoge temperatuur in het land, in een groot deel van het land is het zomers warm. Alleen in het noorden zien we duidelijk wat lagere temperaturen. En dat heeft alles te maken met de noordelijke wind die er waait. En dat niet alleen, ook laaghangende bewolking is er aanwezig. Over de Wadden trekt dat momenteel. Naarmate het meer naar het zuiden trekt, lost die bewolking wel op. Maar vanavond kan er hier en daar in het noorden toch nog best wel wat laaghangende bewolking aanwezig zijn. Ja, verder is het vanmiddag dus ronduit zonnig weer met temperaturen ruim boven de 25 graden en ook vanavond blijft het kwik boven de 20 graden. Zoals gezegd in het noorden van het land, in de, ja, de uiterste noordelijke strook zou ik bijna liever willen zeggen, daar kan wat bewolking voorkomen. De wind die waait uit het noorden is zwak tot matig en zal in de loop van de avond en nacht gaan draaien naar een meer noordoostelijke richting temperatuur temperatuur daalt dan naar zo'n 11 tot 15 graden. Dat is toch best wel fris als je dat vergelijkt met de maximum temperaturen die we hebben. Best wel aangenaam eigenlijk, want je kan dan mooi even de ramen openzetten en de boel goed laten doorluchten. En dat is wel nodig, want morgen loopt de temperatuur verder op. In heel het land wordt het dan zo'n 25 tot 30 graden. Het warmst wordt het in Brabant en Limburg, daar die 30 graden. En langs de kust ook aangename temperaturen of zelfs mooie temperaturen, 24 tot. 26 graden kan het wel worden. En dat komt omdat de wind wat meer uit het oosten en noordoosten gaat waaien. En daardoor komt die wind vanaf land en hebben we niet meer te maken met die frisse wind vanaf zee. Er staat overigens wel een stevige wind, matig rond windkracht 4, af en toe vrij krachtig langs de kust en in de open gebieden. En ja, dat kan misschien nog best wel eventjes hinderlijk zijn. Dat de dagen na zondag, maandag en dinsdag het blijft volop zomer in Nederland. Temperatuur loopt nog wat verder op op maandag en dinsdag. De kans op 30 graden gaat in het zuiden in ieder geval weer toenemen. Zondag misschien net even iets lagere maximumtemperaturen, maar ja, met 24 tot 28 graden mogen de meeste mensen toch niet klagen. Maandag en dinsdag dus ook veel zon. En die zomer ja, die blijft gewoon aanwezig hoor. Want als we nog verder in de tijd kijken, het tweede deel van de week en ook de week die daarop volgt. Dan zien we eigenlijk constant die temperaturen zo rond de 25 tot 30 graden. De zomer zit dus vier in het zadel, en voorlopig komt daar weinig verandering in. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne vrijdag.